Yo guys, welkom bij een nieuwe review met vandaag een kijk op coureur. Nu we toch zoveel bezig zijn met de Vlaamse film te bekijken en vooral Vlaamse debuutfilms, was het misschien tijd om eindelijk eens coureur te gaan bekijken. Dat samengenomen met het feit dat de film sinds 4 dagen uit is op DVD om te kunnen kopen, dus nu de relevantie van deze film weer een beetje omhoog gekrikt is. Ik vind het trouwens ook echt gewoon speciaal hoeveel debuutfilms van Vlamingen eruit komen over de afgelopen 2 maanden/weken. Applausje voor de opkomende Belgische cinema, want dit ziet er veelbelovend uit. Jan Verheijen, hoeveel ik ook van je hou, je komt er niet met alleen maar kampioenenfilms. Oké, toegegeven, je hebt nu ook wel een nieuwe film in de maak, genaamd Red Sandra. Heb ik zelf ook nog een klein figurant rolletje in, maar die film komt pas over meer dan 1 jaar uit. Je gaat er geen spijt van krijgen. Je zult een klootzak krijgen, dus ik ben iemand anders voor je geld uit te wassen. Het is oké. Felix, hier, stuk daar. Pa, waarom zit jij op mijn verschoon? Een verhaal over coureurs door een coureur. Gaande over drugs, winnaarsdrang en een deel van het persoonlijk leven van de regisseur zelf. En het leuke en interessante aan deze film is dat hij zich niet focust op het verbloemen van de wielersport, maar wel over de ondergang van de personen die aan de sport doen. We kijken mee over de schouder van Felix Verheijen hoe dat hij een berg wordt opgeduwd waar hij zelf niet op kan geraken. En het verhaal, moet ik zeggen, is een van de betere dingen van deze film. Verhaal 160 op 200. De personages vond ik persoonlijk helemaal niks. Ze waren hooguit interessant gespeeld. Maar ik voelde persoonlijk gewoon niks voor Felix en de rest haatte ik, behalve een of andere Rus. Hem vond ik nog wel tof. Personages 95 op 200. De film gaat rustig over het leven van Felix en de film duurt in totaal ook niet echt lang. Al moet ik zeggen dat de film niks speciaals doet behalve een op zich wel mooie cinematografie. Het zit vooral in de editkeuzes die de film best wel een beetje opkrikken. Pacing and Designing 95 op 150. De surprisement was eerlijk gezegd niet speciaals. Sommige dingen zag je aankomen en andere dan weer helemaal niet. Surprisement 50 op 100. De acting was oké, niks speciaals, niet goed, gewoon oké. En hoe meer dramatisch de film werd en hoe meer spannend de film werd, hoe slechter het acteren zelfs werd. De acteur achter Felix kon niet bepaald goed met sommige dramatische stukken om. Acting 85 op 150. De critics vonden deze film best oké en geven hem een 65 op 100. Ik vond de film best oké, ik hoef hem niet meer te zien, 25 op 50. En door de best leuke editkeuzes geef ik hem 3 sterren, 30 op 50. Dat brengt de totaalscore van Coureur op een 605 op 1000, oftewel een 6,1 op 10. Heb jij Coureur nog gezien? Laat me weten wat je vond in de comments er beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken en bye bye.